Het is zondag vandaag, namelijk de 10e. En ja, het is vandaag zondag 10 december en welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Als jullie mijn vlog van gisteren hebben gezien, dan weten jullie dat ik, dat ik dit weekend NW-weekend heb. En ja, daar ben ik dus volop mee bezig. Het is weer 8:15, guys. Echt, so proud of myself. Maar het is dus NW-weekend. En ik heb gisteren hem en NW al een keer van buiten geleerd. En vandaag heb ik ook een soortgelijke planning. Nu, ik zal jullie even met jullie delen. Ik moet ook nog mijn eindwerk werken. En iedereen vraagt zo, vooral mijn familie, van eindwerk, is dat dan niet op het einde van het jaar? Nee, dat is heel het schooljaar. Maar ik heb dus een planning weer. Ik ga vandaag mijn examen twee keer, zeg maar, herhalen. Ik ga dat nu herhalen. Misschien krijg ik dat op 2 uur gedaan, dat weet ik niet. Maar dat gaan we zien. En dan ga ik mijn examen... Nee, en dan, als dat voor de eerste keer herhaald is, ga ik aan mijn didactisch model werken voor mijn GP, dus mijn eindwerk. En als dat dan gedaan is, of als ik daar genoeg voor gedaan heb, of het is bijna avond, dan ga ik mijn examen nog een keer helemaal herhalen. Waardoor ik denk ik wel zeker goed ken dan. En ja, dat is het dan voor NW geweest. Normaal gezien, dan ga ik ook nog mijn test hermaken en zo. Maar dan kan ik morgen vroeg nog eens een keertje vroeger opstaan. Om mijn NW nog eens te herhalen. Maar ik ga nu beginnen met het eerste deel. Gewoon mijn NW nog voor de eerste keer voor vandaag helemaal te herhalen. En let's go, zou ik zeggen. Het wordt hier ook echt, ja, er zijn hangen nu allemaal druppels op mijn raam. Het wordt echt witter, want mijn dakje hier wordt wit. En de planten worden wit. En het veld hiernaast wordt wit. Alleen zijn het nu, je kunt het niet zo heel goed zien door alle druppels hier. Oh, maar nu zijn er wel, ja, niet dunne sneeuwvlokjes, maar ik word hier echt super happy van. Dus, ik ben, ja, je ziet het misschien, ik heb allemaal druppels op mijn bril en mijn haar is een beetje nat, want ik ben net met Harry 5 minuten even naar buiten geweest. Ik gewoon in mijn jogging en hij nog eens in een pyjama, want hij heeft zijn pyjama nog aan. Want het is ondertussen echt... Oh guys, ik kan het gewoon niet laten. En ik weet dat ik niet de hype mag doen over sneeuw, maar het is echt helemaal wittend aan het worden. En de straat daar ook. Maar het slechte nieuws is dat het deze namiddag gewoon gaat regenen. En dat het ineens 7 graden gaat worden. Dus dat gaat allemaal weg zijn deze namiddag. En dat vind ik echt heel erg. Dat vind ik echt hartverscheurend. Maar ik ben net even met Harry buiten geweest. Gewoon, we hebben zo even wat aan de sneeuw gevoeld toen al. En we hebben een paar foto's gemaakt. Ik wou dat gewoon even doen, want ik word hier gewoon veel te happy van. En ik word helemaal wauw. Maar ik vind het wel echt heel erg dat het gaat regenen deze namiddag. En dat de sneeuw allemaal gaat weg zijn, want nu is het er eindelijk. En dan gaat het alweer direct verdwijnen. Ja, dat is echt erg. Helemaal ingepakt, handschoenen, muts en we zijn, oh, mijn haar on point, we zijn buiten en we hebben een sneeuwman gemaakt. Hier is hem, ze. Ik noem hem Joske. Joske de sneeuwman. En onze tuin is helemaal wit
En ja, dat vind ik echt zalig. En dat geluid van sneeuw dat je zo onder je voeten krijgt, dat is echt het beste geluid ever. Wacht, ik weet niet. Ik ga een poging doen. Ik heb eigenlijk totaal geen idee of jullie daar iets van gehoord hebben. Ik hoop van wel. En we gaan hier nu nog even buiten blijven. Het is wel koud, maar het stopt ook precies bijna met sneeuwen. En hij ligt er nog altijd en het is echt al iets van 1 uur of zo. Dus ik ben echt trots. En ja, we gaan nu... mijn broer komt nu ook buiten. Mijn kleinste broer Harry, die is hier al. Mees komt ook nog buiten. En dan gaan we wat in de sneeuw spelen. Half 4 bijna en ik heb nog een half uur eerder mijn vlog van gisteren moet online komen, want ik heb nog altijd die niet geëdit. Dus ik ga dat nu heel, heel snel doen. 6:50 ondertussen al en ik zit op mijn bed met mijn papieren. Ik heb mijn kerstlichtjes aangestoken en ja, ik ben nu nog in Wees aan het herhalen. Alles nog eens heel goed aan het doorlezen, dingen aan het opzeggen en zo verder enzovoort. Dus dat ga ik nog doen en dan ga ik mijn toetsen nog even bekijken. En dan ja, denk ik dat ik NW echt wel kan. Ik heb er echt wel goed voor geleerd. En ik heb echt wel het gevoel dat ik het ga kunnen. En dan, als dat gedaan is, ga ik heel blij zijn. Want dan is er wat vermoeiend. Allee, het examen ook nog afleggen. Dus vanmorgen rond 12 uur ga ik echt heel opgelucht zijn. Want dan is zo uiteindelijk het zwaarste deel van examens gedaan. Buiten GP dan nog, maar ja... Dus ik ga dat nu doen en dan zie ik jullie straks.